Minister van Langdurige Zorg en Sport Connie Helder was woensdagmorgen in Dordrecht. Daar maakte ze kennis met het verwijspunt 078. Dit initiatief moet er sinds 31 oktober voor zorgen dat de plaatsing van cliënten in de kortdurende en langdurige ouderenzorg centraal georganiseerd wordt. Feitelijk hebben we de voordeur van 7 verpleeghuisorganisaties bij elkaar in 1 punt gebracht. Dat betekent dat alle aanvragen voor verpleeghuiszorg daar worden behandeld en dat ook de schaarste daar wordt verdeeld, zo eerlijk mogelijk. En dat betekent degene die het hardst nodig heeft, ook het eerste zijn plek gaat krijgen. Nou, voorheen belde bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk met een VVT-instelling om aan te geven dat iemand een plek in het verpleeghuis nodig heeft. En in dit geval gaat dat eigenlijk regionaal gecoördineerd om te kijken welke mogelijkheden zijn er. En zijn er een aantal VVT-instellingen die met elkaar ook kijken wat is de meest geschikte plek voor iemand. En dat is wel uniek dat ze dat zo voor de hele regio doen. De zogenoemde VVT-instellingen waar de minister het over heeft, zijn de instellingen omtrent de verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg. De regio Drechtsteden is de eerste regio waar dit op deze manier werkt. Ja, nu heeft u ook een korte uitleg gehad van hoe het dan in zijn werk gaat of moet gaan. Heeft u dat in die korte tijd kunnen begrijpen? Jazeker, ik werd helemaal meegenomen door het proces met een testmevrouw. En ze hebben me dat uitstekend kunnen uitleggen. En ik heb ook met de medewerkers die dit iedere dag doen, zelf gesproken om te vragen waar zitten hun problemen. En wat vinden ze dat ze verder nog in het proces verbeterd kan worden. Dus dat gaf heel veel inzicht om dat zelf te doen. Ja, dit zijn 2 dingen. Er bestaat in Nederland niet echt een systeem wat hierin voorziet. En dan bedoel ik een computersysteem waarin we heel makkelijk en overzichtelijk de verdeling en de wachtlijst kunnen plaatsen. Dat klinkt heel erg eenvoudig, maar als je de wereld die daarachter ziet, dan is dat echt een hele ingewikkelde klus. Dus dat hebben we nog te doen, dat moeten we nog gaan ontwikkelen. En het andere is dat we feitelijk ook veel meer voorspellende waardes willen gaan ontwikkelen, waarbij het gaat over de pieken en dalen van cliënten, zodat we ook in onze capaciteit veel meer kunnen gaan meebewegen in die pieken en dalen. Wat neemt u hier weer van mee? Ja, ik neem deze goede ideeën natuurlijk mee. Ik ga ook zelf regio's af om ook binnen andere regio's te spreken van hoe organiseren jullie dit. Dus dit vind ik een heel mooi voorbeeld wat we in andere regio's ook aan de orde kunnen brengen. En tegelijkertijd spoor ik ook deze regio weer aan om vooral ook met andere contacten te hebben om gewoon goede ideeën uit te wisselen. We moeten met elkaar de goede voorbeelden die er zijn goed uitwisselen, sneller toepassen. En dat is gewoon hartstikke hard nodig.